En dan, we hebben het ook al enigszins erover gehad, en dat zal u niet zijn ontgaan, maar de meeste van uw vastgoedfonds, dat is een zevende prijsverhoging, ter 1 april 2022, om uiteindelijk 1135 euro. En waarom deze vooruitgang? Dat zijn dus waarden die u kunt zien in uw schema. Dat zijn dus ook vervangingswaarden de opbrengswaarde, dat is dus de markt waar wij prijs van de het vastgoed, waar dus ook andere dingen aan toevoegen worden gevoegd. Dus bijvoorbeeld liquiditeiten, wat deel uitmaakt van uw vastgoed. Dat was 920 in 2020 en dat is dus in 2021 dus gestegen. En dan dus de vervangingswaarde, dat komt overeen met ook de opbrengswaarde, met de nodige kosten die zo nodig zijn voor de aankoop van de vastgoed, van het vastgoed. Dat is dus notariskosten, expertises enzovoort. En dus ook de commissie bij de inschrijving. Dat zijn dus inschrijvingscommissie. Er werd één keer betaald, maar de aankoopkosten, die komen dus iedere keer als je dus een aankoop doet met een nieuwe aandeelhouder, komen de codes met dat geld. Dus ook dat dekt ook de aankoopprijzen. Dus het is het idee is dat wat zou dus de kosten zijn om dus ook dat identiek kunt vervangen, je vastgoed wat je hebt verkocht. Dus je niet een tweede keer hoeft te betalen. En dat is ook die vervangingswaarde, die is 31-2020, was 111,70. En dus ook dus 17 zoveel in 2021, dat is een heleboel, hè? Dat is heel veel, ja, want dat is de sterkste stijging van de aandeelprijs sinds de oprichting van het vastgoedfonds. De eerste uitleg is dat u heeft het al opgemerkt in 2020 geen aandeelprijs verhoogd. Het was een beetje een speciale context. Dat was midden in de coronacrisis en nog een beetje nu ook. Maar hoe dan ook, het is vertraging geweest. En nu krijg je dus inderdaad dus meer dan 4% verhoging is niet niks. Je moet ook hier onderstrepen dat sinds 10 jaar jullie vastgoedfonds dat degene is die dus ook de meest regelmatig de aandeelprijs heeft verhoogd. En dat is een beleid wat we altijd hebben gevoerd. Op een gegeven moment waren we dus voorzichtig 2020, 2021 en ook in 2017 geloof ik. Maar dat is ook inderdaad de waardering van het vastgoedprijs en ook de aandeelprijs. Zodat de nieuwe aandeelhouders die bij jullie vastgoedfonds komen ook een entreeprijs, instapprijs betalen. Die dus de juiste prijs is. En het is ook dus inderdaad, financieel is dat een verdunning. Maar dus ergens hebben ze dus ook dat ze een goede keuze maakt. En daarom hebben we ook altijd dat heel regelmatig laten verhogen. Wat een beetje een unicum op de markt is. Want die prijsverhogingen die gaan dus om de 4-5 jaar met een hoge sprong. Wij doen dat regelmatig, maar geleidelijk aan. En we moeten dat ook regelmatig delen met u. Maar dit is een beleid wat ons een gezond beleid lijkt. En het is ook heel belangrijk om te verduidelijken dat deze waarde en ook die aandeelprijs die wordt verhoogd, ook dat er zijn experts, onafhankelijke experts, wordt gewaardeerd. Ze kunnen zich natuurlijk vergissen, ze kunnen ook voorzichtig zijn, want hun verantwoordelijkheid die kan dus ook daarbij betrokken worden als dus inderdaad het vastgoed niet wordt verkocht, niet volgens hun prijs. En daarom hebben we dus ook de meerwaarde, die waarderen wij dus bij Corum, dus het verkoop van in Nederland, dat was ook 29 miljoen was hij dus getaxeerd. Was het 42 miljoen euro. Dus we zien dat er dus inderdaad afwijkingen kunnen zijn die heel belangrijk zijn. Dat het de marktwaarde en dan inderdaad de effectieve waarde als het inderdaad op de markt wordt gezet, die verkoop. En het is belangrijk als je dus in een cyclische wereld bent, dat je dus ook van deze verkoop kunt profiteren. Het was niet altijd 42 miljoen euro, dus je moet echt het op het goede moment toeslaan. En dus nu gaan we dus...